Zolang de onmiddellijke oorzaken sterk werken, helpt een bedreiging met een toekomstig leed waarvan een ieder hoopt dat het hem of haar niet treft, betrekkelijk weinig. Aan het denken raakt de gemiddelde mens pas over een toestand wanneer hij zelf onder die toestand lijdt. De mensen zijn niet in rechtvaardigen en zondaren te verdelen. Onze tijd is een tijd van massale productie. Dit wil zeggen, er wordt geproduceerd in voorraad, zonder dat nog enig consument de producten heeft besteld. En dan tracht de producent de kooplust van mogelijke consumenten te prikkelen. Want in de eerste plaats gebruikt deze de mens als middel, als object, in plaats van in hem het subject te zien. Waarom wordt er gestraft? De meesten geven zich niet eens rekenschap van die vraag. Voor hun spreekt het vanzelf dat er gevangenissen zijn. Zij lopen langs die gevangenissen en het bestaan ervan deert hun niet. Bij dit nagaan van de richting waarin de vrouwenarbeid zich wellicht beweegt, moet men echter één ding steeds indachtig zijn. Dat alle vroegere productievormen hun zeer ernstige schaduwzijde hebben meegebracht en dat ook de toekomstigen dat zullen doen. En steeds zal de vrouw er zeer bepaaldelijk door worden getroffen.